Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PR Modpack. Jongens, ik heb er weer hartstikke veel zin in. Ik ben zelf lichamelijk super moe. Ik kom net terug van 2 wedstrijden en gisteren had ik ook al 2 wedstrijden. Dus ik ben echt serieus helemaal kapot. Dus sorry alvast als ik een beetje saai doe vandaag. We gaan best wel veel doen vandaag, dus dat is hartstikke leuk. En ik weet niet waarom ik mijn handen klap. Yay! Thank you very much voor ook alle likes die zijn gegeven. Gisteren al 1600 likes. Super tof. Jongens, ik vraag jullie deze ene keer. Probeer maar weer de 2000 te halen. We gaan het wel zien. Het is zondag. Het zal super chill zijn als we de 2000 likes halen. En vergeet niet, vrijdag om 7 uur is er ook een livestream. Jongens, wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan eerst gewoon even een lucky block openen, jongens. Ik wil echt mijn luck testen vandaag. Ik wil kijken of het mee zit. Of een beetje mijn luck vandaag mee zit. Ik hoop het wel. Zo niet, dan is dat best wel heel erg jammer. Daarnaast wil ik zeggen, horen jullie iets aan mijn stem? Als het goed is, is mijn stem net even wat, er zit meer diepte in, om zo te zeggen. Als je er echt heel goed naartoe luistert, dan hoor je als het goed is wat verschil. Ik heb een nieuw apparaatje binnen, had ik gisteren ook al eigenlijk. Alleen, ik had hem gisteren een beetje verkeerd ingesteld toen ik ging opnemen. En toen was het niet echt zo super mooi, dus, maar als het goed is, zou die nu als het goed is wel moeten doen. Ik heb het net even getest, dus. In ieder geval jongens, wat wij vandaag gaan doen, wij gaan een nieuwe wand gaan we proberen te maken. Ik wil natuurlijk upgraden naar de laatste wand, wat super tof is. Ik ga natuurlijk een lucky block openen. En daarnaast moet ik nog even kijken wat gewoon. Ik wil sowieso ook een millionaire helpen. En ik denk dat het dan wel tijd al is. Dat is best wel veel te doen. Dus laten we maar even gaan kijken wat erin gaat zitten. Ik move even mijn OBS aan de kant. En dan ga ik even kijken van wie deze is. Deze is van Niels Tanis. Niels Tanis. Oh, trouwens, dit heb ik ook nog gefixt. En ja, ik heb het in creative gedaan. Haters kunnen hate. Maar ja, als ik dat al zie, ben ik daar al super, veel, super trots op. Als ik dat zie. Ik ben daar super trots op dat ik dat er gewoon in survival heb gedaan. In ieder geval, Niels, ik hoop dat je maar wat luck brengt. Alsjeblieft. Het zal super leuk zijn. We hebben gisteren, we hebben eigenlijk helemaal geen veel luck meer gehad. Dus, oké. Nou ja, droppers, thank you very much. Dat zijn droppers. Dat is, ik noem dat luck. Nee, eigenlijk niet. Je hebt unluck, je hebt normaal en je hebt luck. Dat is denk ik wel een goede vergelijk, toch? Je hebt normal, dus normal is dit. Het is niet bijzonder, net als een stick. Het is niet unluck, het is niet luck, het is gewoon normaal. Het is normaal dat je zoiets krijgt. Daarnaast heb je unluck, nou dat is doodgaan of creepers of nou jullie kennen het riddeltje wel. En dan heb je luck en dat is super goede items. Maar ik ben hier best wel, weet je wat, jij mag lekker daar staan. Als jij daar wil staan, ga je daar maar gewoon lekker staan. I honestly don't care. And get out of my way. Ik moet zometeen nog wel even wat laten zien. Ik heb ook nog net even wat off-cam gedaan. Dat heb ik toevallig even snel nog gefixt. Ik heb de Twilight Nether heb ik ook even wat mooier. Of de Twilight Realm heb ik even wat mooier gemaakt. Tenminste, ik heb dat glas heb ik even gefixt. Wat ik wel, dat moest wel even. Oh, dat veertje trouwens. Ik weet niet. Raar genoeg vind ik dat veertje fucking mooier uitzien. Ik weet niet. Het ligt misschien aan mij. Dat papier ook. Het ziet er wel mooi uit. Oké. Nou, ik weet niet. Ik ben ook echt zo verbrand. Moet je mijn gezicht zien dan? Mijn gezicht is gewoon letterlijk helemaal felrood. Dat komt ook extra door de camera. Door dat licht. En dan wordt mijn camera kleuren. Wordt anders. Ik moet hem even iets lager ook zetten. Maar in ieder geval, mijn gezicht is zo rood. Ik ben zo verbrand, jongens. Dat is echt niet normaal. Het is best wel vervelend dagen verbrand zijn. Maar ja, het is ook wel weer chill. Het is vandaag 24/24/2014. En het waren droppers alweer. En hij is van Niels Tanis. Bro, thank you very much. Ik vind het super tof dat jij een like hebt achtergelaten. En natuurlijk ook, ik moet wel even droppen pakken. En een reactie hebt neergezet. Want jongens, je kan een like geven, maar je moet ook een reactie neerzetten. Anders zie ik niet dat jij een like geeft. Nee, ik zie het natuurlijk wel aan de likes dat iedereen een like geeft. Alleen ik zie het persoon erachter niet. Dus als je een reactie achterlaat, dan zie ik dat weer wel. Wat natuurlijk super chill is. Papier. Jongens, wij hebben papier nodig. En waar heb ik mijn papier verstopt? I don't know waar het mijn papier is. Papier. Oké, iets met papier. Ik ben best wel druk, maar ik ben lichamelijk heel erg moe. Dat is raar. Ik weet niet. Wat ik eigenlijk wil researchen. Gold wand caps. Dat wou ik researchen. En dan kan ik, als het goed is, met mijn Great Wood Wand Core kan ik die upgraden. En dan kan ik Silver Wood fixen. Dan moet ik ook die meteen doen. Dus deze ga ik researchen. En ik denk dat deze best wel makkelijk is. Deze is zo makkelijk. Oh, you've run out of ink. Nou, dan doen we even zo. We kunnen deze wel even proberen op te lossen. Het is als het goed is, hier moet je humans doen.
En humans is knowledge. En dan als het goed is weer humans. Ah, dat weet ik gewoon toevallig. En dan iron. Wat is met metal te maken? Metal is waarschijnlijk aarde. Dus misschien earth. Ook al weet ik dat niet zeker. Nee. Oké, ik moet even... misschien stone? Oh, stone. Het is greed. Dus misschien is metal werkt nog wel. Nee, exchange dan waarschijnlijk. Nee, ook niet. Wat zal daar kunnen... Zal deze kunnen? Nee, dat kan ook niet. Wat past er bij greed? Ik ga even kijken. Ik ben eindelijk klaar. Dit was nog best wel lastig. Ook al ziet het er niet lastig uit. Ik zat er toch nog wel even kijken. Misschien 5 minuten aan om het te fixen. Gold want caps. Capping things off with style. Inderdaad. Oké, we gaan even kijken jongens. Discovery. Bam. Gold want caps. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat het eigenlijk nou doet. Gold is far superior focusing agent than iron. And once capped with this material takes no penalty when used to channel fee. Oké. Nee, interessant. Dus die kan dan op de Great Wood Wand Core. Waarom geeft dit zo fel licht? Waarom geeft dit zo fel licht? Betekent dat ik dat deze moet maken of zo? Oké. laten we dan maar gaan maken, I guess. Waar is mijn Great Wood Wand? Die is dicht, denk ik, hierin. Yes. En dan pakken we wat gold. En dan maken we hier een paar nuggets van. En die nuggets, die maken we dan zo. Voilà. Die maken we dan niet zo. Voilà. Hoe maak je dit? Oh, dat moet in de Arcane Workbench. Oké, ja, dat... Ik weet niet. Aan de ene kant dacht ik echt van, oh ja, dat moet. En aan de ene kant dacht ik echt van, nou, het maakt niet uit. Die hebben we nodig. Ik denk niet dat er genoeg dingetjes hierin zitten. Nou, ik denk het echt niet. Misschien heb je dat ook helemaal niet nodig. Jawel, je hebt het wel nodig. Waarom kan ik deze niet hierin doen? Of ben ik... Oh, nu ineens al. Even kijken. We hebben Ordo en... Of Air en Ignis hebben we nodig. Dus dat betekent dat we even op een avontuurtje gaan, jongens. Oh my god, zo, we gaan op een avontuurtje. Wat gaan we doen dan? Wij gaan notes zoeken, alweer. Ik weet dat we het de vorige keer ook hebben gedaan. Maar wij gaan op hunt. We gaan op jacht, jongens. We gaan jacht. We gaan een jacht doen. Ik hoop dat we dan veel van die dingen gaan vinden. Want we hebben gewoon veel vee nodig. Zo, of vee. We hebben veel elemental dingen. Waarom ga jij nooit... Zo, thank you very much. Weet je wat? We gaan deze keer deze kant op. Want daar zijn we nog niet echt naartoe gegaan. Dus jongens, wij gaan op jacht. En we hopen dat we wat notes gaan vinden. En ik weet niet zeker of we het gaan vinden. Maar dat zullen we dan wel zien. En jullie zeiden het ook van... Ja, hou shift in, ga je sneller. Ik weet dat, jongens. Ik weet dat, alleen het is nooit echt handig. Want je komt niet echt verder of zo. Wat zit hierin? Er zit wat aqua in, wat ik nodig heb. Maar, nou ja, nodig heb. Ik heb geen aqua eigenlijk nodig. Ik heb eigenlijk helemaal geen aqua nodig. Ik heb vooral Ignis. En wat was het ook weer? Ignis en air heb ik nodig. Dus dat heb ik nodig. Hier zit alleen earth in. Het zit als goed zo vol. Dat heb ik dan niet nodig. Oh, er is een hardcore dungeon. Daar ben ik natuurlijk al geweest. Oh, wat is dit? Ongeval op boomstammen. Oké, dat is dangerous. Want daar moeten we mee oppassen. Want daar wil je niet... een boomstam op je hoofd komen. Maar dat gebeurt ook niet. Het zal heel raar zijn. Het zal leuk zijn als het zo dynamisch is. Dat je voelt als je een boom omhakt. Dat die ook echt daadwerkelijk omvalt. Dat zal ik op zich wel echt een hele leuke feature vinden. En dat is denk ik air. Dit is denk ik air. Of death. Nee, air. Oké, en perdito. Oké, dat is ook van death denk ik toch. Ordo. Dat is mooi. Oh, hij is nu al op. Oh nee, niet. Oké, dus wat hebben we nodig? We hebben alleen nog Ignis nodig. Want... Ja, we hebben alleen Ignis nodig. Dus dat is denk ik de moeilijkste om te krijgen. Denk ik. Maar zodra we die hebben, dan zijn we eigenlijk al klaar. En dan kunnen we gewoon, lekker verder. En dan kunnen we de Golden Cap fixen. En dan moeten we... Ik weet niet. Ik weet nou niet of we dan eigenlijk die wand die we hebben gemaakt, dat we die ook helemaal opnieuw moeten vullen. Of dat we gewoon krijgen wat er al in zit, om zo te zeggen. Dus wat ik met mijn wand nu al heb. Ik denk dat we hem helemaal opnieuw moeten doen. Het zal natuurlijk niet zo fijn zijn als we dat helemaal moeten doen, maar ik denk het wel. Oh, hallo. Al deze koeien hier. Get out of my way. Ik moet echt mijn lucky ding weer terug hebben. Dan krijg ik gewoon cooked meat. Gewoon direct als ik een koe kill. Nou jongens, dat zal zo fijn zijn, hè. Zo, hé. Heb ik toevallig iets gemist? Een dungeon daar zo, maar... heb ik ook eigenlijk helemaal niet nodig. We gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder, want ik moet het hebben. Ik kan wel terug...
Maar dan vinden we ook natuurlijk niks. Wow, daar gaat een guy dood. Daar gaat een dinosaurus dood, jongens. Doen die? Vechten die tegen elkaar? Nee, die zitten denk ik in een soort... Oh my god. Oké, okay, ik ga niet zeggen wat die aan het doen zijn. Dat is nogal best wel heel... Heel erg awkward. Oh, wat is dit nou weer voor een mooie boom? Sakura leaves. Dat zijn van die Japanse bomen. Ziet er best wel mooi uit. Oh, wat is dit dan? Ash? Oh, dat is Ash. Niet Ash Ketchum, maar... Sam, je bent zo grappig. Nee. Oké, dat was echt totaal niet grappig. Waar de fuck zijn al die notes? Oh, ik zie er echt geen. Je zou denken dat er eentje bij het laven moet zitten, toch? Wow, oké. Dit is best wel heel erg extreem. Wow. Oké, ik denk dat die geen vuur heeft. Ik denk dat deze serieus geen vuur heeft. Maar... Nee, dit is Aqua en Ordo. Goddammit, ik weet niet eens of ik Ordo goed uitspreek. Ik hoop het wel, anders gaan mensen zo erg haten. Nou, dat is echt soms ziek. Ziek! Nee, dat is hem ook niet. Want meestal zijn... Oh, maar deze... What the fuck? Deze is denk ik heel erg unstable. Denk ik. Kijk dan, deze maakt een heel... Heel raar dingetje, I don't know. Oh my god. Is dit Link? Is dit Link? Oh, nee, dit moet ik even zien. Jongens, dit is belangrijk. Dit is serieus het belangrijkste ooit van deze hele modpack. Is dat... Dit is Link. Yes! Ik heb fucking Link. Oh my god, jongens. Dun. Oh, wat is dit? Wat is dit? Oh, het is weg. Oh my god, daar gaan we niet naartoe. Nee, daar gaan we niet naartoe. Dat is nog best wel gevaarlijk. Daar heb ik nog geen chill arm voor om dat te killen. Wat is dat dan? Oh my god. Oh, yes. Oh, jongens, we hebben het. We hebben Ingus. Nice. Obsidian tile. Thank you very much. I like that. En we vinden hier ook nog iets hartstikke leuks. Dan gaan we gewoon even graven. Dan maken we deze even kapot. Oh, er komt een spin. Nee, er komt geen spin. Sonic Glasses. Oh, deze neem ik ook wel mee. Maakt het uit. Dit ook. Sonic Glasses. Die zijn leuk. Dan wordt alles heel raar. Niet schrikken, jongens. Niet schrikken. Zie je? Je ziet waar dingen gebeuren. Dus zodra ik monsters probeer te zoeken, is dit heel erg handig. Is het echt fucking handig om te hebben. Nou jongens, ik moet terug. En dat duurt natuurlijk wel een tijdje. Maar voor jullie niet. Want het enige wat ik doe is... En we zijn home. En ik weet niet hoe dat hier... Hoe komt dit nou weer hier? Nou, jongens. Ik weet het niet meer. Oké. wij gaan dus even kijken of het nu werkt. En ik neem aan dat het wel werkt. Zo niet, dan is dat super raar. Wat was dat, bolle? Oh, dat was... Oké, nee. Dat komt van mijn meteor protection. Oh, en nu kan ik waarschijnlijk even laten zien hoe dit werkt. Kijk, dan doen we zo. En gaan we wat vinden? Oh. Kijk, er is een unknown geluid hier of zo. Zie je dat? Kijk. Oh. Oh, zag je dat? Dus daar zit een... Daar zit iets. Daar zit iets, maar we weten niet wat. Dan gaan we er nog een keer naartoe. En dan weten we natuurlijk wat het is. Dat is natuurlijk zo'n piepig ding. Kijk, dan zie je hem dus helemaal zo lopen. En dat is best wel heel gunstig. Zoals je iets probeert te zoeken. Is dat echt super. Maar ook echt super chill. Oké, jongens. We gaan even kijken of we het nu kunnen maken. En als het goed is, kunnen we hem maken. Zo niet, dan is dat best wel heel erg naar. Maar ja, ik neem aan van wel. Oké, dat is 1. En dat is 2. Thank you very much. En dan pakken we deze weer terug. En dan kunnen we, denk ik, nu deze wand maken. Ik weet nog niet of het hierin moet. Ik denk het niet. Oh, jawel. Oh, we hebben zoveel mazzel dat we ook alles hebben. Nou jongens, daar komt hij dan, hè. The Gold Bandit Greatwood Wand. En ik heb hem. Ik heb de wand, jongens. En hij is best wel heel badass. Like, ook al merk ik er helemaal niks van. Ah, dat maakt ook helemaal niet uit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we hem hebben. En dan gaan we even allemaal dit fixen. En hier past echt veel in, hoor. Hier past sowieso veel in. Holy shit. Nou, dit kunnen we dan heel lang doen. En als het goed is, gaan die notes niet op. Denk ik. Als het goed... Ja, zie je? Ze gaan niet op. Hoppakee. Super chill. Nou, jongens. Wij hebben een... Oh, shit. Dat was niet de bedoeling. Een OP wand. Ik ben er best wel blij mee. Als jullie het ook leuk vonden deze aflevering, vergeet dan even niet op dat blauwe duimpje te klikken. Lukt je blok niet zo goed. We hebben best wel veel progressie gemaakt. We hebben een nieuwe wand. Maar deze episode wordt ook niet al te lang. Omdat ik echt gewoon lichamelijk zo ontiegelijk moe ben, jongens. Ik ga lekker uitrusten meteen. Ik ga lekker barbecue. Zet maar in de reacties neer wat jullie gaan doen vandaag. Ik ben er eigenlijk ook best wel benieuwd naar. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. En ik check jullie gewoon morgen bij een nieuwe aflevering van de
Bam. Motpack, hartelijk bedankt voor het like, hartelijk bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.